Welkom in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. Daar zijn we sinds oktober 2019 Centrum voor Fotografie en Beeldcultuur. We hebben vanavond twee gasten met wie we in gesprek gaan over de taal van de fotografie. Tom Meerman en Ilvi Nyokechin. En via de chatfunctie kunt u meedoen aan deze gesprekken. Tom, Ilvi en ik zitten klaar om te reageren op uw vragen en opmerkingen. We staan hier te midden van de expositie Impact, Photos That Matter. 8 fotografen die ongeduldig wachten op de heropening van het paviljoen na de lockdown. De foto's uit deze expositie zullen geregeld aan de orde komen in de gesprekken. Ik wens u een heel plezierige avond en ik ga nu op zoek naar onze eerste gast, Tom Meerman. Tom, van harte welkom. Hans, fijn hier weer te zijn. In het Rietveld paviljoen in Amersfoort. Nou. We zitten hier te midden van een grote tentoonstelling. 8 fotografen. Photos That Matter is de ondertitel. En Impact. Ja. De slogan waarmee we de expositie hopen te gaan promoten na de heropening. Nou. We zitten hier in een gesloten gebouw om misverstand te voorkomen. Veilige afstand van elkaar. Zonder glaasjes wijn, zoals we nog wel eens vaker doen. Ja, dat is fijn. Ja. Jou introduceren is niet zo heel makkelijk. Of het is heel makkelijk. Tom Meerman is de man die niet alleen kijkt naar foto's, dat doen we allemaal, maar die er enorm veel over praat en enorm veel over schrijft. Ja, klopt. Ik ben natuurlijk eigenlijk wel van huis uit fotograaf, maar ik heb er eigenlijk al jarenlang mijn werk van gemaakt om over fotografie te spreken. En dat lijkt een beetje raar als je bedenkt dat foto's heel veel over zichzelf vertellen en vanuit zichzelf. Maar toch merk ik, waar je ook foto's ziet, dat mensen er woorden bij gebruiken om er nog dieper op in te gaan. Ja, en ik zal je denk ik vooral tegemoet treden vandaag als een geïnteresseerde fotokijker. Ja. Die hoopt dat hij nog meer gaat zien door met jou in gesprek te gaan. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling van het komende half uur kan zijn. En het lijkt me leuk om je een beetje te verrassen met foto's die we de laatste maand gezien hebben als we de kranten doorbladeren. Als kijker. Ja, dus nog even niet dat waar je op geprepareerd hebt, namelijk de foto's die hier hangen. Gewoon even een blik. Ik weet niet of het aardig is omdat er tussendoor zeg maar mijn verbintenis met de tentoonstelling is natuurlijk dat ik bij alle deelnemers bij 1 of 2 van hun foto's ook een tekst heb geschreven. Precies. Daar zullen we zeker ook op teruggrijpen. Ja, er is een krant gemaakt bij deze expositie, maar we beginnen eventjes gewoon maar helemaal fris. En deze komt je onmiddellijk bekend voor, denk ik. De foto's waarmee de World Press is gewonnen. De foto van Mats Nielsen. Aan het eind van het coronajaar, wat we het meest hebben gemist, is natuurlijk gewoon het menselijk contact. Ik heb je vandaag ook nog steeds geen hand gegeven. En deze foto gaat daar heel erg over. Tom, we hebben natuurlijk series foto's over corona binnen zien komen. Ja. Waarom is dit niet een gewone foto? Waarom wordt deze bekroond? Nou, bij deze foto is het zo dat als je hem 1 keer gezien hebt, dat je de rest van je leven weet dat je deze foto 1 keer gezien hebt. Het beeld is gewoon heel krachtig. En kun je daar iets van zeggen? Waarom? Waar zit dat in? Ja, kijk, bij deze foto is het natuurlijk dat de hele compositie, de hele opbouw van het beeld, met al dat donker eromheen, wat niet helemaal goed thuis te brengen is. En dan, die mevrouw heeft blijkbaar een plastic afdek over zich heen, waar dat gele randje omheen zit. We zien hier een bloem. En een bloem is natuurlijk toch een universeel symbool waar je blij van wordt. Ja. En kijk, het is niet alleen het thema, maar ook de compositie van de foto. Die... Ja, absoluut. Kijk, over dit thema zijn 100.000 foto's gemaakt. Ja, dat bedoel ik. En die vertellen eigenlijk allemaal dat beeld. Maar de winnaar is degene waar niet alleen het verhaal klopt, maar waar ook het beeld klopt. Ja. Ik denk dat dat iets is wat we vast kunnen houden voor het vervolg van het gesprek. Dat zal wel vaker terugkomen, denk ik. Mooi. Deze herinner je je ook, denk ik. Ja, Sigrid Kaag, die na de Tweede Kamer winst op de tafel springt, dol enthousiast. Gelijk heeft ze dat ze zo gewonnen heeft. Kijk, dat gebaar alleen al, ook dat is een universeel gebaar wat je op een kilometer afstand herkent als iemand heeft iets te vieren en deelt dat met de wereld om haar heen. Nou ja, dat wat ons mens maakt, is dat we onze emoties delen. En in deze foto zie je zo mooi dat kringetje eromheen van die mensen. Het is alsof het geanceneerd is hoe de mensen hier meedoen. Robiette die op de achtergrond klapt en enthousiast met zijn mond wijd open. De voorgrond de mevrouw in een prachtige rode jurk die ook deelt. Er lijkt echt over nagedacht. En 2 dagen later, na dit vruchtvolle moment, hoorden we
dat de fotograaf ingehuurd was, hè, door D66 om hier in deze besloten bijeenkomst aanwezig te zijn. Ja, dat is in journalistieke kringen altijd een beetje dubieus, hè, als iemand ingehuurd is. Want dan denk je altijd, er is een soort conventie over hoe journalistiek moet zijn. Ik meen dat dat de conventie van Bordeaux heet. Dan hoop ik niet dat ik iets doms heb. Volgens mij is dat over hoe onafhankelijk je moet zijn. En als je dat niet bent, dan moeten we dat beschouwen als niet eerlijke journalistiek of niet kloppende journalistiek. Maakt dat de waarde van de foto minder voor jou? Nee, het betekent dat je er wel iets zorgvuldiger mee om moet gaan. Want het mooie natuurlijk van een foto is dat niet alleen de maker erover beslist, maar ook degene die de foto presenteert. Ja. En degene die hem presenteert, die moet dus een inschatting maken in hoeverre dit verhaal klopt. Want het is... In dit geval de krant, het journaal. De beeldredacteur. Die moet. Okay. En het is goed om dat te weten. En als het zeg maar een echt feit zou zijn waarop iemand een beslissing zou willen nemen, dan moet je er heel erg alert op zijn. Maar hier wordt iets gedeeld wat we eigenlijk allemaal weten, namelijk er valt iets te vieren. En als iemand hier andere conclusies aan zou willen verbinden, dan moet je inderdaad wel goed je realiseren van wat is dit nou eigenlijk. Ja. Nou ja, het blijft bij mij hangen omdat al deze impactfotografen vol zijn van een thema. Die willen iets onder de aandacht brengen en vaak ook een belangenorganisatie dienen die iets aan die foto's heeft. Nou ja, dat is natuurlijk zo. En bij een aantal van de fotografen hier, daar weet je dat ze de foto's maken voor een organisatie die daar een doel mee. Je zegt het wel duidelijker dan ik. Ja. En inderdaad, dan moet je je realiseren dat dat een soort reclamefotografie is voor de doelen van die stichting. Want heel veel goede doelenfotografie wordt natuurlijk ingezet voor werving van donateurs en, bijvoorbeeld. En politieke ondersteuning. Ja. Daar moet je je als kijker wel een beetje bewust van zijn dat informatie een kleur heeft. Maar dat is een kwestie van vertrouwen. Je moet de maker weten te vertrouwen. We noteren even dat dit vragen zijn die je bij het kijken naar die foto mee kunt nemen. Zeker. Hè? Zeker. Deze herinneren we ons ook allemaal. Ja, de foto van Kajsa Ollongren die wegloopt nadat ze te horen heeft gekregen dat ze even in quarantaine moet en dat de papieren leesbaar zijn. Ja. Nou komt bij mij de vraag op van zie jij hier nou iets meer in dan wij gemiddelde journaalkijkers en krantenlezers. Nou, is meteen duidelijk wat dit is en meer is er niet over te vertellen? Of kun je hier meer, valt jou hier meer in op? Haar lichaamshouding straalt uit. Oh shit. Weet je wel, er zit een soort gehaastheid in. Ze heeft een capuchon over haar hoofd en haar mond. Eigenlijk is het heel onelegant. Hoewel, ik vind dat ze is heel mooi gekleed eigenlijk. Ja. Elegant, dat weer wel. Maar wat er gebeurt in wat... Dat ze die papier onder de arm heeft, daarvan dacht ik eventjes, dit is al een paar keer vaker gebeurd wereldwijd, dat er iets onthuld werd op deze manier. Doet een politicus dat nog per ongeluk? En ik denk dat we achteraf moeten weten dat het bij haar echt wel per ongeluk gegaan is. Dat is dan niet handig van haar. Maar ik dacht eventjes, oké, hier zit een bedoeling achter. Ja. Maar als dat er een bedoeling achter zat, is het slecht uitgepakt. Ja. Ja, kijk, die fotograaf heeft hier iets ontdekt waar hij niet naar op jacht was. Nee. Die maakte uren voor de deur, hè? Misschien wel dagen. Maar goed, maar dat is natuurlijk ook omdat je als fotograaf altijd droomt om een keer zoiets mee te maken. Ja. Want anders is het gewoon een politica die de deur uitgaat. Dat je denkt, oh, dan komt de auto aanrijden. Oh, ze gaat er vandoor. Maar je vindt de verwarring waar zij in verkeerde. Hè? Net gehoord dat ze in quarantaine moest en dat er thuis van alles mis was. En zo heeft ze het uitgelegd achteraf. Ja. Ja. Die vind jij hier goed in weergegeven. Als je nou niet zou weten wat er op dat briefje staat en dat je daar de impact niet van mee hebt gekregen, want laten we wel zijn, dat is nogal heftig, de impact daarvan. Ook dan zie je nog steeds dat daar iemand niet helemaal op de gemak. Ja, dat bedoel weet je. Ze loopt net om dat hekje heen. Je ziet aan de. Het is niet voor niks dat de fotograaf zo al dacht: oké, die foto is goed, die stuur ik door. En toen pas zag hij: je kan lezen wat er op dat briefje staat. Ja. Terwijl hij al wist. Een fotograaf heeft zo'n klein schermpje. Als hij op zijn laptop kijkt, ziet hij thumbnails. En dan zie je op die thumbnail, oké, die foto klopt. Die foto die wij hier links zien, wat natuurlijk eigenlijk de foto is, los van de uitschoting, die is eigenlijk al bijzonder genoeg. En dan gaan we uitvergroten en dan zien we ineens bijzonder die genoeg, maar dan is hij bijzonder in een coronaverhaal. Namelijk, iemand moet er al hals over kop weg. Dus zoveel paniek ontstaat, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. En je moet eigenlijk
weten dat dat bij Kajsa Ollongren natuurlijk extra hard aankomt. Omdat ze ook een tijd uit de relatie is geweest. En zich daar, nou ja, ze heeft wel een tijdje getwijfeld van, kan dit nog als ik een half jaar weg ben? Ben ik nog gezond genoeg ook? Ja, en ja. Dan, is geen fijne... De eenzaamheid van de minister-president. Ja. Kijk, die eenzaamheid, je ziet aan hem dat hij in zichzelf gekeerd is. Hij is nog iets aan het denken, zit met papieren te doen en zo. Ik denk dat als hier 500 mensen omheen zouden staan, dat je dan nog steeds zou zien dat het eenzaam aan de top is. Oké. En dat wordt extra duidelijk omdat het gewoon leeg is. Maar dat zijn in feite twee verhalen. Namelijk, hij is in zichzelf verkeerd en we mogen niet met z'n allen op het plein staan. Ja, en wat vind je van het feerieke decor? Hij bleef bij mij hangen als, god, dit is wel heel bijzonder dat je... Ja, nou, dat feerieke zit natuurlijk en in de gebouwen en in het licht. Ik vind het mooie van ons staatsbestel dat het toch ook al echt al een paar honderd jaar loopt. En dat de plek waar hij hier loopt op het Binnenhof, dat gewoon al 6 eeuwen lang het centrum van ons land is. En die foto drukt dat uit, bedoel je? Ja, bedoel wij... Door die context te laten zien, zeg maar. Hij zoomt niet in, maar hij had het hele... Ja, ik vind dat continuïteit in een staatsbestel een heel groot goed is. Ja. Ik ben nooit zo'n voorstander van revolutionaire aanpak. Ook al heb ik mooie revoluties zien gebeuren, ik noem wat de val van de muur. Maar op zich vind ik het wel fijn als de dingen bestendig zijn, zodat iedereen een beetje zijn plek weet. Ja, oké, dat is je mening. Maar even terug naar de foto, hè, als mag. Nee, maar dat vind ik de foto die foto ook benadrukken. Ja, die drukt dat goed die oude uit. Gebouwen dat is interessant. Het is dus niet... Nou ja, in Duitsland is dat dan een beetje pech. Maar de kanselarij van Angela Merkel, dat is zo'n groot betonnen ding. Ik geloof dat ze hem in Berlijn de wasmachine noemen. Ja. Ja, mooi gebouw, maar toch een beetje jammer dat je het niet op de plek kunt doen waarvan je weet van, jongens, dit is al jarenlang het symbool van... Ja. Want dit is net zo goed de plek van zijn voorgangers. Ja. En hij loopt ook in hun voetsporen. Eentje die natuurlijk ook veel aandacht heeft gekregen. Ja. Nou, kijk, wat je hier natuurlijk ziet is dat de fotograaf positie heeft gekozen vlak voor de premier. Die weet natuurlijk van tevoren ook niet dat Omtzigt daar een schouderklok. Nee, elleboogklik. Hoe noemen we dit? Elleboogbox. Een elleboogbox gaat. Denk ik. Dat weet hij natuurlijk niet van tevoren. Maar hij zit natuurlijk niet voor niks vlak voor de premier. Hij weet rondom hem en in zijn uitdrukkingen en in zijn handelingen. Hij zal wel eens naar iemand wijzen. Of... Het is ook een vreemd gezicht. De premier op de stoel. Want hij is nu weer Kamerlid. Hè? Mm. Hier zit hij als Kamerlid. Ja. Dat is ja. Op zich natuurlijk een beetje een bijzondere positie. Dus dat een fotograaf zich positioneert van... Oké, als er iets gaat gebeuren, gaat het hier gebeuren. En dan gebeurt er dit. De twee mannen om wie het nu lijkt te draaien. En hier denk je... Oké, maar ze hebben toch geen ruzie dan? Of wel dan? Ja, dat weten we niet. Dat weten we niet. Hoe open, hoe eerlijk is dit? Er zijn natuurlijk hele verhalen aan gewijd. Van, Nou, er zijn natuurlijk voorbeelden te over van politici die elkaar op een of andere manier iets... Ik ken zo'n mooi voorbeeld van een foto waar politici zitten helemaal zo in hun hoofd. En dan denk je van, oké, wat is er dan gebeurd? En dan zoom je even uit en dan zie je, oh, die man daarnaast, die schreeuwt iemand toe. En dan blijkt dat je nog verder uitzoomt dat het iemand op de achtergrond is die dat eigenlijk veroorzaakt. Dus uitdrukkingen zijn natuurlijk momentopnames. Hè. Het is alweer de vraag, vertrouw je de fotograaf en vertrouw je de beeldredacteur? Want die is net zo belangrijk. Hè. Je krijgt een foto alleen maar te zien als iemand besluit dat je hem te zien krijgt. En dat besluit is net zo belangrijk als het besluit van de fotograaf op het moment dat hij die foto maakt. En dan gaat het om welk verhaal moeten we hier vertellen? Ja. Ja. Moeten wij hier geloven dat de relatie nog best goed is? Of... Wordt er iets anders, even teruggrijpen op wat je er straks zei? Dat wordt... op enig moment, en dat was misschien een kort moment, er in de lichaamsuitdrukking van deze mensen positieve gebaren worden uitgewisseld. Laten we het daarbij houden. Nou ja, laten we het daarbij dat houden. Is het natuurlijk ook. Dat ja. is het ook. Ja. Deze wordt wel een beetje gezien als symbool voor het even helemaal kwijt zijn van de drie van elkaar, van de drie hoofdspelers. Nee, dat precies. En dat is het mooie natuurlijk van de foto. Maar deze foto is in feite... niet zozeer een feit als wel een illustratie van een gedachte. Ja. En die gedachte moet je al hebben, die wordt geformuleerd in woorden. En deze foto illustreert dat. Want anders als we deze nou eens in een tentoonstelling zouden ophangen, wat vind jij dan dat een kijker meer moet weten
over 4 jaar, wanneer deze de situatie niet meer goed in te schatten is. Nu weten we het allemaal. Ja. Hoe zou je dat doen? Dit zijn typisch foto's die alleen maar in hun context functioneren. En je kunt die foto naar alle contexten halen. Ik zou deze foto heel goed in een les kunnen gebruiken als we het hebben over kleurcontrasten. Okay. Dan zeg ik, moet je kijken hoe mooi dat blauw en dat geel tegen elkaar contrasteert. Okay. Weet je, en dan zou je meteen zien, als stel dat Sigrid Kaag hier een groen jasje aangehad had, dan was de compositie van de foto verloren. Ja. Zo kun je er namelijk ook over hebben. Okay. Dat is maar context. Ja. Ja. Dus, en de rest is politiek en dat is politiek komt en gaat, hoor. Ja. Herinner je deze? Ja. Nou, ik wou dat ik me dit niet hoefde te herinneren. In de Gelderlander, volgens mij, de krant waar jij ook fotografie bespreekt. Ja, precies. Dit was in Lunteren, dus het midden van Nederland. Dit is dus die auto waar de journalist in zat die door een shovel op zijn kop gezet is. Ja. Ik snap niet dat de rel niet nog groter geworden is. Het idee dat een mafklap met zijn shovel op een auto afrijdt waar 2 mensen zitten en die auto op zijn kop gooit. Dat is je reinste moordaanslag. Ja. Ja. Het is eerder een moordaanslag dan dat het een aanval is op de vrije pers, hoor. Maar dat is het ook. Ja. Maar gewoon het idee dat iemand gewoon met zo'n shovel, wat een moordapparaat is, gewoon rats op een auto. Het is gewoon te zot voor woorden. Wat ik er wel leuk aan vind, waarom je kunt zien of leuk, nou ja, aan die foto. Je ziet dus dat het nummerbord geblurred is. Oké. Okay. Dat vinden we tegenwoordig netjes, want dan kun je niet zien. Ik weet niet waarom ik dat niet zou mogen zien. Maar blijkbaar kunnen mensen uit een nummerplaat iets afleiden. En nu vinden we dat dat hoort niet in het kader van privacy of zoiets. Ja, ik denk het, want de autobezitter is meteen te achterhalen, hè, tegenwoordig. Ja, nou, ja. Goed, dat staat ook in de krant. Timothy heet die. Ja, ik bedoel, iemand die kwaad zou willen, die heeft deze foto niet nodig om iemand te vinden, hoor. Nee. Maar het is. Maar het geeft iets aan van de pittigheid van het beroep, ook van degene die een verhaal maakt en die een foto maakt. Nou, kijk, de kwetsbaarheid. Dat zeg maar fotojournalisten anders dan schrijvende journalisten met hun neus bovenop de feiten moeten staan. Ja. En dus ook in gevaarlijke situaties komen. Ik bedoel, dus ook deze 8 fotografen die hier exposeren. Ja, ik bedoel, het is niet voor niks dat we de Tim Heddering Award hebben. Een van de winnaars van World Press, die later bij een omvallende muur in een conflict in Libië een muur op zich kreeg. Oh, ja. En omdat die nou eenmaal op de plekken zit waar de bommen om je heen vallen. Een van de eerste beroemde oorlogsfotografen, Capa, daar kennen we een foto van een luchtbombardement in Spanje. En dan zie je de mensen op een foto zo zitten kijken van, wow. Weet je, oké, er komen bommen op ons af. Maar daar zit ook die fotograaf dus, hè. En die kijkt dan niet zo om zich heen, die kijkt door zijn camera en die maakt de foto. Maar je kunt alleen maar fotograferen door er echt feitelijk bij te zijn. En dat maakt het wel een soort van een gevaarlijk beroep. Weet je, ik heb ook een gevaarlijke foto gemaakt, maar dat kwam omdat ik voor de eerste en de enige keer in mijn leven dacht, ik ga papegaaiduiker fotograferen. En toen heb ik op een randje op een rots in Schotland gezeten, waarvan mijn vrouw achteraf zei, ik vond dat je wel een beetje eng op dat rotsje zat. En toen realiseerde ik me ook dat ik wel erg gefocust was met kijken door mijn camera en minder bij die 200 meter rots beneden mij. Oké. Ja, en die papegaaien deden nog niet eens wat. Dus kun je nagaan wanneer de situatie gevaarlijker was. Die kregen niet een scheet in beeld. Dus het is. We gaan naar de expositie, Tom, en we gaan wat preciezer kijken. Je hebt ons al een heel aantal dingen genoemd die we mee kunnen nemen bij het kijken naar een foto. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat dit is de coverfoto van de expositiekrant. Die gaat u allemaal zien als de expositie geopend wordt. Daar heb ik met de. Ik vond het een hele. Voor gepleit. Ja. Een hele indringende foto. Ja, om deze foto voor te zetten. Nou, omdat deze foto dus eigenlijk een tweeklapsfoto is. Vertel. Kijk, wij zijn als mens geprogrammeerd om naar andere mensen te kijken. En als je naar de foto van een klein meisje kijkt, zoals dit, dan denk je, daar kun je bijna geen nare gedachten bij krijgen. Schattig meisje. Ja, gewoon, je kunt bij kleine kinderen gewoon eigenlijk bijna geen nare gedachten krijgen. Dan denk je, oh ja, nou, de toekomst voor zich. En dan ga je naar die foto kijken en dan denk je een beetje van, waarom heeft ze nou een plastic tasje in de handen? En dan ga je nog iets beter kijken en dan zie je dat ze haar middelvinger uitsteekt. En ik denk dat dat puur toeval is. Ja, in de linkerhand. Ik zie in de linkerhand, precies. En dan ga je kijken naar dat vreemde toeval van die grote vlek die achter haar op de muur zit. Want ik denk dat die vlek er al zat toen dat meisje bij de muur ging leunen. Ja, hij is niet veroorzaakt door dat meisje. Nee, dat denk ik niet, maar. En hoe gaat dat voor die? Wat zijn dat? Bloedspatten? Of nou ja, verzin ik dat ik hoop maar dat ooit een keertje een kop koffie geweest is en niet erger dan dat.
Maar het lijkt inderdaad net eventjes alsof dat meisje daar... Want dan is er wel iets heel naars aan de hand. Maar, je vindt ook dat er iets beklemmends van uitgaat. Ja, ja. Daardoor. Je voelt... En die kleurverschillen in de muren... Het is ook net alsof ze onder water staat. Ja. Als je er heel even naar kijkt, dan zie je dus dat meisje. En kijk je een beetje langer, dan wordt het een nare foto. Ja. Dan voel je van, oké, dit is niet oké wat hier om haar heen gebeurt. De fotograaf hebben we nog niet genoemd. Sandra Minten. Ja. Een van de 8 exposanten hier, die tijdens de expositie een zilveren camera gewonnen heeft. Ja. Wat we natuurlijk een mooie coïncidentie vonden. Nou, dat is misschien niet helemaal een coïncidentie, maar... Want ik bedoel, als je dit soort foto's kunt maken... Ja, maar goed, we wisten het niet toen de deur openging. Nee, precies. Dit is er ook zo één waar je naar blijft kijken. Ja. Cynthia Bol. Ja, deze foto is tot mijn grote vreugde en heel terecht op de tentoonstelling te zien op... Hoe groot is die? 2x3 meter? 4x2,5. Ja. Serie. Ja, weet je wat het is? Als je naar die foto kijkt, denk je, oh ja, zit een mevrouw. En ik zag hem laatst in het NRC weer staan, ook de foto van Cynthia Bol... in Jakarta stijgt de waterspiegel. Ja, dat is een feit. Daar kun je 1000 foto's over maken. En Cynthia heeft dat gedaan. Ja, dat is het thema van die serie. Het thema van de serie. Ja. Maar dan moet je goed kijken. Die mevrouw, ze zit erbij als een... Moet je kijken hoe mooi ze rechtop zit. Die zit erbij dat je ziet, dit is een nette dame. En uit haar hele gezicht en de houding, er zit een soort waardigheid in haar. Dat je denkt van, oké, dit is een nette mevrouw. En dan zit ze... En dan, als je goed kijkt, dan zit een soort moedeloosheid in haar gezicht. En die vind ik echt, die doet mij pijn en verdriet. Als je dan dus even beter kijkt en ziet, oh wauw, daar staat gewoon 10 centimeter water op die vloer. En ze zit gewoon met haar voeten in het water. Dit is in huis, die schoen, die stoel staat in het water. Als een stoel bij mij thuis een keertje een half uurtje zo in het water gestaan zou hebben, ga ik hem waarschijnlijk daarna weggooien, want die poten, dat krijg ik niet meer goed. Ja. En dit is gewoon haar... Ja. Huis. En ze kijkt naar een soort licht dat van buiten moet komen. En dat geeft er een soort kracht aan van, oké, er is licht. Maar wanneer gaat het komen? Je voelt, als je goed kijkt in haar handen, in haar uitdrukking, dat er een soort moedeloosheid zit van, jongens. Want tegen het water kan je niet, je kan er bijna niks tegen doen. Ja, je kunt ook fantaseren, wat staat er dan niet meer onder water, zeg, als op deze tegelvloer, poten. Hè, dan... Nou ja, je ziet dat daarachter staat ook al een tafel waar kastjes op staan die ook eigenlijk gewoon op de grond hadden kunnen staan, want dat tafeltje kun je nu niet meer gebruiken. Ja. Dus de ellende is goed getroffen, mag ik zo zeggen? Ja, maar ik vind het dus mooi dat de ellende, zeg maar, gelaagd is getroffen. Oké, okay. Ja. Okay. Ja. Ik ga nog even terug naar, Sandra Minten. Ja, we lezen... Het is een foto die... De afgelopen periode lopen hier natuurlijk af en toe mensen binnen die hier wat moeten doen. En het valt mij op dat tot en met de verwarmingsmonteur aan toe mensen bij die foto blijven staan. En dan aan mij vragen van... Dat is zeker een heel werk geweest om dit allemaal in scène te zetten. Wat denk jij? Nou, dit is niet in scène gezet. Nee, kijk, het werk zit niet bij het enceneren. Het werk zit erbij dat je als fotograaf je zo moet gedragen en presenteren dat je hier binnen kunt komen. En dat in de foto het toch net is alsof je er niet was. Kijk, ja, Sandra heeft echt een connectie met die Roemeense familie gemaakt. Ja. He, om vertrouwen gewekt, zeg maar. Ja, en zeg maar, dus vertrouwen gewekt, maar wel op een soort afstand. Want ze is er net geen onderdeel van. Maar ze is bijna onzichtbaar. Daar blijkbaar heeft ze daar kunnen fotograferen. Want die mensen doen gewoon hun ding. En kijk, er zijn wel fotografen die dit soort dingen in scène zetten. Ook om dit verhaal te vertellen, hoor. Wat zouden we dan zien? Nou, bijvoorbeeld als je naar de foto's van Jeff Wall kijkt. Die enceneert dus oorlogssituaties zelfs. En rare... Nou ja, wat je dan ziet... Eigenlijk net als wat als iemand dit zou schilderen, dan zou je ook die boodschap geloven. He, ik bedoel, een Jan Steenhuis. Ja. Omdat het een foto is, weten we dat het echt waar is. En we geloven ook dat het recent is. En dan denk je, als je even doorleest, want ik vind context moet je ook wel meenemen. Oké, dit is in de Europese Unie en het is recent. Oké, we zijn nog niet aan gelijkheid. Dit komt nog voor. Ja, maar we denken dit niet zo snel in Nederland tegen te komen.
Nee, ik denk niet dat we dit soort situaties in Nederland tegenkomen. Dat een huis zo leeg is en zo rommelig en zo vol mensen. Tegelijkertijd zitten hier ook allemaal kleine gebaartjes in. En eigenlijk, het is nu één foto, als je naar de serie kijkt, dan zie je dat het een familie is waar de banden blijkbaar innig zijn. Ja. In de positieve zin van het woord. En Sandra laat ons dat meebeleven. Ja. Zijn er ook dingen waar we aan kunnen zien dat hier recent is? Eigentijdse. Nou, weet je, dan ga je al snel kijken van heeft iemand een mobieltje in zijn hand? Ja. Of heeft iemand een shirt met een opdruk die recent is? Nou kijk, het hoeft niet per se een foto van de afgelopen maanden te zijn. Bij een beeld als dit vind ik de afgelopen 5 jaar al recent. Ja, nee, zeker bedoel ik ook. Ja. Maar goed, daar zouden we naar op zoek kunnen gaan. Je ziet ook steeds meer, hè, als je de details op deze foto bekijkt. Het is onwaarschijnlijk. Op sommige plekken ligt dan ineens ook nog een been van een kind dat ergens achterweg gedoken is enzovoort. Het is ja, fascinerend. Ik weet niet of je die foto ook op de tentoonstelling of in de presentatie hebt van waar al die mensen liggen te zonnen. Heb je die ertussen zitten? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. En anders moeten mensen vooral komen kijken. Sowieso natuurlijk. Ook een foto van haar, ook een kijkplaatje. Ja. Nou ja, kijk, punt dus. Je ziet dus aan die man links voor die vrij dichtbij in beeld is. Maar die geen connectie heeft. Maar daar staat Sandra, we hoogte een meter vandaan met haar grote klens. En toch heeft hij blijkbaar iets anders te bekijken daar. We hebben het nog niet echt gehad over de verschillende manieren om met licht om te gaan. Natuurlijk een van de factoren die behoorlijk bepaalt wat we van een foto vinden. Ik vond het hier heel opvallend. Ja, de foto's in zwart-wit. Nou is de hele serie in zwart-wit. Maar bij zo'n interieur heeft dat als voordeel dat er een soort rust ontstaat. Omdat er komt hier duidelijk licht van buiten. Er brandt misschien ook wel licht van binnen. Dat mengt altijd op een beetje een rare manier. Dat kan een beeld rommelig maken. Dat kan ook het heel realistisch maken. Daar niet van. Maar zij maakt er als het ware één nieuw geheel van. En de foto is toch ook wel een metafoor. Er is niet zeg maar één feit wat je hier ziet. Het is meer een gedachte die wordt opgewekt. En doordat het in zwart-wit is, krijgt het licht een grotere rol. Ik hou heel erg van die kleine details. Zoals dat kleine kindje op de voorgrond, die tilt de voet op. En dan valt er dus net licht onder de voet door. Dat vind ik zo. Dat is wel een puntje waardoor. Dat maakt die hele foto als het ware levend. Dat geeft er beweging in. Ja, dit is ook zo'n foto. Eigenlijk net als de foto van dat kleine meisje. Deze foto is gemaakt. Laat ik vooraan beginnen. Als je gewoon kijkt naar de foto, dan zie je hier een jonge vrouw. Een meisje. Met een mooi blauw jurkje aan. En ze heeft mooi lang haar. En dan kijk je beter en denk je, maar wat is daar eigenlijk voor iets vreemds? Haar been ligt omhoog, vastgebonden aan een touw naar buiten toe. Dit is. Je zou hopen dat het geanceneerd is, maar we weten dus uit het verhaal, dit is niet geanceneerd. Dit is echt. Dit is heel gruwelijk. Heel naar. Ja. Dit is echt heel naar. En als je dan bedenkt, ze ziet er niet per se ondervoet of zo, of vies uit. Dus ze zal toch gewassen worden, naar het toilet kunnen en het eten krijgen. Dus iemand moet haar meerdere keren per dag losmaken en weer vastbinden. Wat is dit? En dan lezen we dus dat dit een manier is om met mensen om te gaan. De zwakzinnigen en mensen die. Psychiatrische patiënten. Dat is het goede woord. Kopzorg, hè, heet de serie. Annemiek van der Kuil en Rudy Weisnabe. Bali. In Bali. En dan denk je van, oké, deden wij dat vroeger ook toen wij niet wisten hoe we met mensen met problemen om moesten gaan? Dan bind ze maar vast, dan kunnen ze zichzelf ook en niemand anders kwaad doen. Maar je wilt toch dat daar snel nieuwe inzichten en mogelijkheden komen om niet iemand zo. Probeer eens in te denken dat je been zo vastgebonden zit. Na een uur ga je heel erg naarvoelen. Hoe wil je ooit beter worden? Kunnen we nog over andere dingen van deze foto praten dan de heftigheid van de thematiek? Ja, natuurlijk kun je het hebben over hoe mooi het licht hier binnenvalt. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat lukt je ook. Ja, natuurlijk. Want, en dat lijkt flauw, maar dat is het niet. Want als je hier binnenkomt, dan maak je niet één foto, je maakt er 10.
En je maakt van dit verhaal 100 foto's, 200 foto's. En je kiest uiteindelijk die foto waarvan je weet dat als iemand hem ziet, dat hij meteen in je oog valt. Dan moet de compositie kloppen, dan moet het licht kloppen. En hier klopt het licht. Dit is gewoon een foto die plezierig is om naar te kijken. Ja. En dat is de ingang om naar het verhaal te komen. Daarmee is de schrik nog groter. Misschien. Daarmee is de schrik groter. Maar je gaat er tenminste ook niet omheen kijken. Ja. Ja. Dus ja, de foto heeft formele kenmerken, gewoon als foto, die het gewoon prachtig hoe dat licht op die muur daarachter valt. Prachtig hoe die straal licht daar naar binnen valt. Prachtig hoe het blauw van haar jurk een soort koninklijk blauw is. Ja. Ja. Maar omdat je dus ook ziet dat we gewoon naar een mens kijken en die zit niet in een oké situatie, zodra je eenmaal voorbij de formaliteit van de foto bent en ziet wat is hier aan de hand, dan kun je van mens tot mens niet anders dan concluderen dat dit een nare situatie is waar je toch zou hopen dat er iets gaat veranderen. Tuurlijk. Foto van Pauli Gerritsen, die is op bezoek geweest in, of die is betrokken bij een organisatie in Nepal, die voor huisvesting van voor mensen zoekt met meervoudig gehandicapte kinderen. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg, Pauli, en corrigeer me als ik het niet helemaal goed zeg. Ouders met twee kinderen waar het niet goed mee gaat. En ook deze foto heeft zoiets. Die twee kinderen met allebei die mooie, schone, rode trui aan. Wat gewoon heel krachtig is in het beeld. Ja, dat klinkt een beetje flauw. Maar mooi, netjes, een beetje naast het midden. Mooi van licht en scherp. Ik vind het mooi hoe die ouders erbij zitten, die weten, het gaat niet goed met onze kinderen, maar we doen ons best. En je ziet dat straalt hier uit, hè? Ja, en er zit hier zoveel. Je moet eens kijken hoe die vader kijkt. Die kijkt en je voelt dat er een soort oprechte blik in zijn gezicht is. Ik ben blij met mijn kinderen en ik heb het beste met ze voor. Er en die is voelt ook een dat, soort van trots die je. Ja, bedoel, dit zijn zijn kinderen en hij is trots op dat hij voor zijn kinderen wat kan betekenen. Ja. En want dit is ook ongeveer hun hele huis, hè? Dat is natuurlijk. En ik geloof dat die stichting van Pauli zich bezighoudt vooral ook met huisvesting. Ja, scholen, huizen. Ja. En wil ons dus hele concrete maken. Ondersteuning. Maar nu grijpen we dus even terug op waar je net mee begon. Het is natuurlijk een foto die bedoeld is. Ja. Zij heeft met die mensen gesproken en die ouders die hebben gezegd, dan zorg even dat ze hun schone trui aan hebben. Ja. Dat maakt de foto krachtig, want dat is natuurlijk nodig om ons ervan bewust te maken. Dus wij moeten wel snappen welke functie die foto heeft. Maar ja, op menselijk niveau zien we hier naar een verhaal waarvan we wel weten dat dit wel het verhaal is. Ja. De serie is groter, daar hangen ook foto's van op de tentoonstelling waar je iets meer ziet nog van de huisvesting die daar gerealiseerd is. Ja, en ook van de medische zorgen die er zijn. Ik vond dit wel een hele aparte, omdat hij inderdaad zo'n mooi contrast geeft van die ouders die toch de trots op die kinderen hebben. Prachtig. Ja, wat je natuurlijk getroffen ziet in heel veel landen, vooral de landen waar vroeger ooit Engeland de scepter heeft gezwaaid, daar is een schoolsysteem waarbij kinderen schooluniformjes dragen. Mm-hmm. En zelfs, we hebben een paar keer in India wezen rondreizen, als je daar ziet van met hoe gescheurd hun kleren kunnen zijn, maar de schooluniformjes zijn top. En dat is zo'n mooi contrast. En dan snap je, in Nederland moet je er niet meer aankomen, denk ik, om een schooluniform in te voeren. Ja. Maar je voelt daar hoe enorm veel positieve kracht daarvan uitgaat. Ja. Van jongens, ik heb een aantal dingen in mijn leven goed op orde. Ik ga naar school en dat ziet er. Eigenlijk vind ik het best een leuk gezicht. Misschien aan de hand hiervan nog één vraag. Ik weet dat jij vaak zegt, ik heb het je meerdere keren horen zeggen, de rol die je ten opzichte van de fotograaf inneemt is eigenlijk ook heel bepalend voor wat je zegt over een foto. Iemand die een goede vriend is van de fotograaf, of de curator die de tentoonstelling inricht, of de. Ik vroeg me af, we kunnen natuurlijk fantaseren over hoe we hier in het Westen wel en niet getroffen zijn, maar wat zouden mensen zelf vinden als die foto aan hen overhandigd wordt? Oh ja, die mensen kunnen daar hele andere dingen in zien. Dat maak je zelf ook al mee. Wij kijken naar die foto en dan weten we al ongeveer hoe wij geacht worden naar die foto te kijken. Ja. En Rembrandt had er al last van dat mensen zeiden, ik sta er niet helemaal op. Dat zou deze moeder misschien ook wel denken.
Waarom ligt dat tasje daar nog onder die stoel? Of dat is die broek die daar nog aan het rek hangt. Maar die is inmiddels versleten. We hadden wel eens mogen opruimen, zeg. Nou ja, we wisten dat je kwam. Al dat soort... Nee, over, ja. Dus, kijken naar foto's is heel erg afhankelijk van de cultuur van de kijker ook. En zit je in een hele andere wereld, dan zie je hele andere dingen. Je hoort wel eens zeggen dat inheemse mensen in de foto's ook de geesten zien. Ik kan me bij geesten niet zoveel voorstellen als mens. Maar ik kan best geloven dat mensen dat erin zien. Alleen ik zie ze niet. Maar dat zou ik dus net zo goed als dat ik het fijn vind om een foto... Ja. Om toegang tot een foto te maken met woorden. Ik zou het heel spannend vinden als iemand zou zeggen waar die geesten dan ziet en hoe dat komt. Ja, heel spannend. Ik weet ook heel zeker dat... Je vroeg net van is die foto van nu? Over 30 jaar... Is dit een foto van 30 jaar geleden? En dan kijken we er anders naar, want dan weet je dat dingen veranderd zijn. Ja. In de tussentijd. Je hebt het ook allemaal opgeschreven, Tom. Ja, en binnenkort komt het uit in een boek. Het leek me aardig om daar even mee te eindigen. Ja, dat vind ik, inderdaad. Heb ik iets wezenlijks in het boek waar we het niet besproken hebben? Nou, terwijl je het nog niet hebt kunnen lezen, ben je er aardig doorheen gegaan. Foto's analyseren en bespreken... Is belangrijk voor iedereen die tegenover iemand iets wil zeggen over een foto. En de situatie doet zich vaker voor dat je zomaar zou denken. Dat zijn niet alleen maar docenten naar cursisten. Dat zijn ook juryleden die willen verantwoorden waarom ze bijvoorbeeld een bepaalde keus maken. Dat zijn ook beeldredacteuren die moeten met hun collega's praten. Welk beeld moet voorop? Ja. Dan moet je over foto's praten. Het zijn ook galeriehouders die foto's aan de man willen brengen. Het zijn ook verzamelaars die willen vertellen aan hun vrienden, kijk wat ik gekocht heb. En dan wordt er ook hopelijk niet alleen maar geknikt, maar een gesprek. Ja. In mijn didactische opleiding, had ik een keer een lezing van Henk Oosterling, een filosoof. En die zei, kunst is bedoeld om de openbare ruimte te vullen. En hij bedoelde daar niet mee dat je buiten op een plein een kunstwerk neerzet. Maar hij bedoelde, je bent twee mensen tegenover elkaar. En als er niks is om over te praten, dan kun je het hebben over voetbal of auto's of wat ook. Als je er een kunstwerk tussenin legt en je bent beide bereid om via dat kunstwerk te praten, dan kom je ineens bij elkaar in de ziel. The peace of conversation, waar je heel ver mee kunt komen. Ja. Door. Ja. En als je dat op een goede manier doet en als dat dus niet al te feitelijk is, maar vooral ook op het emotionele en het associatieve niveau, en als je bereid bent om die niveaus op te zoeken, dan kun je echt bij elkaar in de ziel komen. En dat, ik heb ervaren dat mensen heel gelukkig kan maken. En soms helpt het dus mensen om ze te duiden welke ingangen er allemaal in een foto zitten. Nou, in dit boek geef ik een soort handleiding door foto's heen. Je wil iets over een foto zeggen, maar waar begin je eigenlijk? Ja. En een foto is heel feitelijk, er staat iets op en dat kun je herkennen. Er staat een boom op of een auto of wat ook. En vervolgens, daar hebben we het net ook over gehad, hoe zit die foto dan eigenlijk in elkaar? Welke elementen zitten daarin? Is een volgend hoofdstuk. Het derde hoofdstuk is natuurlijk, maar wat heeft die fotograaf nou eigenlijk gedaan? Jij zei al, is het geanceneerd of niet? Ik noem dat dus een creatieve strategie. He, regisseer je of registreer je? Allebei goed, maar het is wel goed om dat ook te herkennen. En je gaat het hebben over van, hoe vertelt die foto eigenlijk zijn waarheden? En je gaat het hebben over de functie die aan een foto wordt toegekend. Bedoel je het echt als een reclamefoto? Of is het een wetenschappelijke foto? Of is het een journalistieke foto? Of is het een autonome foto? En één beeld kan dat eigenlijk allemaal hebben. Dus je moet ook een beetje weten van op welke manier functioneert deze foto. Nou, dat zijn zo de hoofd. Ja, eigenlijk volgens mij heb je het erover gehad. En in dat boek leg ik dat allemaal. Echt wel heel leuk om jou bevlogen en wel te horen praten. Ik vind het ook knap. Dankjewel. Ik vroeg me van tevoren af, kun je zelfs nog wel geraakt worden door foto's? Maar die vraag ben ik kwijtgeraakt vandaag. Daar had ik eigenlijk mee willen eindigen. Okay. Dankjewel. Jij gaat zo dadelijk met Ilvi praten. Ja. En ik denk dat dat ik gewoon door Ilvi vervangen word op deze plek. Nou, dat was mooi om met Hans zo over mijn gedachten over fotografie te mogen praten. En nu zijn we van plek gewisseld. En inmiddels is Ilvi Njokicen hier gaan zitten. Hoi. Hoi. Leuk om weer te spreken. Ja, heel leuk. Want jij bent een van de deelnemers aan deze tentoonstelling Impact. Klopt. En we zitten hier tussen jouw foto's in. Jij zit, jouw foto's hangen op het podium. Want
dat mag iedereen weten, maar het mag ook weer opnieuw gezegd worden. Je bent niet de eerste de beste, want je komt op mooie plekken. Je fotografeert voor belangrijke kranten. Ja, nou ja, ik kan inmiddels zeggen, ik kwam op mooie plekken. Het is al een tijdje niet, maar ik hoop wel dat het binnenkort weer zo is. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar je werk komt op mooie plekken ook. Ja, ja, en jij, ja, jij zelf straks ook weer. Ja. En je bent ook best wel al een beetje onderscheiden voor je werk. Ja, ja, vooral ja. In 2012 begon dat een beetje met een reportage die ik toen had gemaakt in Zuid-Afrika. En toen is dat zo doorgegaan. Dus daar heb ik wel veel geluk mee gehad en baat van gehad, zeg maar. Ja, ja, dat mee. Geluk heb je volgens mij wel met hard werken afgedwongen, hè? Ja, wel ook hard gewerkt. Ja. Zeker, ja. Zeker waar. Ja, ere wie ere toekomt. Want het is natuurlijk heel makkelijk voor mij om over fotografie te praten. En dat doe ik ook graag. Maar het gaat er natuurlijk om dat er goede foto's gemaakt worden. Want waar moet ik het anders over hebben? Dus, goed gezegd. Ja, nou, laat dat duidelijk zijn. Zonder goede foto's heb ik ook niks te doen. Jouw foto's die hier hangen, als we daarover gaan hebben. Dat zijn foto's uit de serie Born Free. Ja, klopt. Ja, een hele selectie. Volgens mij hangen er hier 9, als ik het goed heb. Ik weet niet helemaal zeker, maar het is een serie die ik, waar ik jarenlang aan gewerkt heb. Of in ieder geval gedurende 12 jaar. Ik wil niet zeggen dat ik daar elk jaar mee bezig ben geweest. Wel mee bezig geweest, maar niet elk jaar naar Zuid-Afrika geweest. Nee. En het is een serie die ik in 2007 startte over jongeren die geboren zijn rondom de afschaffing van apartheid. En die waren in 2019, was dat 25 jaar geleden. Tijd vliegt. Tijd vliegt inderdaad, ja. Want ja, Mandela die werd president in 1994. En vlak daarvoor liep hij dus zo de gevangenis uit met die vuist omhoog. Die hele bekende beelden. Ja. En ik ben in 84 geboren, dus ik was 10 toen hij president werd. Kan je dat herinneren? Ja, ik kan me deze beelden herinneren. Ik weet zelfs nog dat we zaten te kijken thuis. Dus dat is wel bijzonder, ik was echt en heel jong. En zei jouw vader of je moeder er iets bij van... Kijk goed, Ilvie. Kijk, let goed op. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee, daar was ik net weer te jong voor, denk ik. Maar ik weet wel dat het een bijzonder moment was. Want ik weet wel dat we echt gewoon met z'n allen zaten te kijken, zeg maar. Ja. En dat er wel echt wel degelijk iets aan het gebeuren was van belang. Maar pas veel later, toen ik die beelden weer zag, wist ik van, oh, dit is Nelson Mandela, dit is apartheid voorbij, dit is apartheid. Ja. Dus het is pas jaren later dat ik daar veel meer over leerde. Ja. En het was in 2004, dus toen ik 20 was, was ik voor het eerst in Zuid-Afrika. Daar ging ik studeren en toen werd ik natuurlijk echt, dat hele land greep me. Gewoon de ongelijkheid en alles wat erbij komt kijken. Jij ging daar fotografie studeren? Ja, ik ging eigenlijk journalistiek studeren. Maar toen bleek dat het was een uitwisseling tussen de school voor journalistiek in Utrecht en in Grahamstown in Zuid-Afrika. En na een paar dagen les had ik al zoiets van, waar is de fotodepartement? Want ik had toen al wel heel veel interesse in fotografie. Dus ik heb toen ook daar al echt veel gefocust op de fotoklassen en lessen. Ja. Ja. En daar dus ook toen, neem ik aan, je eerste foto's al gemaakt. Ja, alleen dat was toen wel heel erg nog basis hoor. Ik was toen echt aan het leren over wat is sluitertijd, wat is diafragma, hoe stel je een dat camera zijn in? Ja, precies. Ja, ik wist daar echt niks van, want nee, in Nederland zat ik dus al op de school van journalistiek, maar ik had daar helemaal geen technische les nog gehad. Dat zou allemaal pas in het vierde jaar komen. Ik wil zeggen, want daar is toch ook een belangrijke fotografieafdeling? Ja, maar die was toen, daarom ben ik ook naar die opleiding toegegaan, maar die leraar werd ziek. Ja. Toen ik eindelijk bij dat vierde jaar aankwam. Ja. Dus ik had 4 jaar lang heb ik me geworsteld door alle schrijvende lessen. Met in mijn hoofd van, in het vierde jaar ga ik leren fotograferen. Maar dat gebeurde dus niet. Nee. Dus ik noem mezelf ook altijd autodidact. Dat vind ik ook echt, want die paar lessen in Zuid-Afrika. Ja, ik heb me echt zelf moeten aanleren. Doordat ik eigenlijk alleen maar heb leren schrijven. Maar ik moet wel zeggen dat ik daar heel veel van geleerd heb. Want wat je hier achter je ziet, daar komt natuurlijk heel veel research bij kijken. Ja. En heel veel schrijven. Ja. En dat heb ik wel echt op de school van journalistiek heel goed geleerd. Nou ja, kijk, we hebben het over fotografie. En dat is natuurlijk een technisch vak. En in de generaties voor jou nog iets technischer, omdat je tijdens het fotograferen niet kon checken of het goed was gegaan. Dat zag je pas achteraf als het te laat was om het over te doen. Ja, dat had ik niet overleefd, denk ik. Ja, nu inmiddels wel. Vast maar, wel. Ja, maar kijk, we zitten niet voor niks bij de tentoonstelling Impact. Wat jij waarschijnlijk geleerd hebt als journalist, is om na te denken over van, wat moet ik dan eigenlijk, waar gaat het eigenlijk precies over? En hoe vertel je dat verhaal? Exact, ja. Want
jouw foto's zijn, en daar bedoel ik niks onaardigs mee, zijn niet per se de bewijzen hoe goed jij bent met het instellen van je camera. Nee, dat is ook grappig. Bij lezingen wordt heel vaak gevraagd van, nou, en welke sluitertijd had je hier, en welke diafragma daar, en welke camera? En ja, dan heb ik, ja, ik heb geen idee. Het is niet dat ik niet weet. Het is meer dat ik het niet belangrijk vind. Het gaat mij er inderdaad heel erg om. Wat is het verhaal? Hoe staat het in beeld? Het moet wel mooi zijn. Maar het verhaal vind ik in die end even belangrijk, misschien wel belangrijker. Nou, we hebben het net natuurlijk al over gehad dat mooi ook belangrijk is, omdat dat zorgt dat mensen willen kijken. Ja, dat klopt. En ik neem aan dat als jij op dit soort plekken bent, dat je dan ook, we kunnen natuurlijk ondertussen ook wel eens eventjes naar wat fotootjes gaan kijken. Noem wat, zoals bij deze foto. Je hebt best kans dat jij goed voelde dat het qua compositie ook wel klopt. Ja, bij sommige foto's heb je dat natuurlijk, als je ze maakt, al dat je denkt, oh wauw, iedereen liep precies op de goede plek. En ik weet wel dat met fotografie, je kan echt dingen aanzien komen. Ik zag die jongen, die kwam al aanlopen. Ik zag die andere jongens en meiden. Dus ik wist dat er een kans was dat dat beeld zich zo een beetje zou vormen. Maar als je het dan maakt, dan denk je, oh, hij liep echt net precies goed, ook in het licht. En ja, dus dat was wel een satisfying moment. Want kijk, het moment doet zich maar heel kort voor. Ja. Maar het verhaal wat je aan het vertellen bent, is een veel groter verhaal waar jij door daar vaak geweest te zijn inmiddels aanvoelt van waar gaat het precies over. Nou vind ik dit wel toevallig wel een wat verwarrende foto, omdat die jongen een wat mysterieuze blik heeft. Ja. Terwijl de jongelui om hem heen, ja, die lijken allemaal in een vrolijke bui en ze kijken naar hem. Niet alsof daar iets raars is, terwijl hij een soort van een blik heeft van ik hoor er niet helemaal bij. Ik wil er niet bij horen. Ja, dit was tussen de lessen door in een pauze. En mijn hart is wel heel erg ergens een beetje Zuid-Afrikaans geworden door alle 12 jaar dat ik er geweest ben. Dus ik heb jaren gehad dat ik Zuid-Afrika eigenlijk nog wel positiever, misschien wel door een roze bril heen zag. Maar ja, het is natuurlijk wel zo als je opgroeit in een land met apartheid en het wordt afgeschaft op papier. Dat betekent niet dat je meteen zwart en wit en al die verschillen die op papier waren vastgelegd. Dat als dat stopt, dat je ineens denkt van nou halleluja, nu zijn we allemaal, we zijn nu allemaal gelijk. Dat waren we eigenlijk al natuurlijk, maar dat je dat ook terugziet. En wat ik heel erg merkte op alle scholen waar ik ben geweest, en dat zijn er heel veel, is dat bijvoorbeeld in de pauzes eigenlijk iedereen op kleur pauze hield. Dus de witte kids zaten met de witte kids een broodje te eten. En donker bij donker. En ik heb daar ook een aparte documentaire over Born Free gemaakt, die bij de VPRO is uitgezonden in 2019. En daar zie je dat ook in de video. Op een bepaald moment zie je mensen dus los van elkaar pauze houden. En heb ik ook studenten gevraagd van waarom is dat dan? En die leggen dat uit van, ja, ik voel me eigenlijk fijner bij mensen van mijn eigen kleur, want het is dan mijn eigen cultuur en dan begrijpen we elkaar beter. Dus het zit nog heel erg erin. En bij deze foto is dus het moment dat de kids met pauze gingen. En dan zie je dus ook zo'n schifting ontstaan van groepjes die echt op kleur staan. Nou ja, kijk, wij kenden in Nederland vroeger natuurlijk verzuiling en die was nauwelijks wettelijk geregeld, maar die bepaalde wel heel erg hoe je je leven inrichtte, naar welke scholen je ging en dat is dan wat langer geleden zelfs naar welke winkels je ging. Ja. Dat hef je ook niet zomaar even op en zelfs ongemerkt voel ik nog vaak ook dat die bestaat, ook in Nederland, dat je voelt van hé, met dit groepje mensen voel ik me goed en dan pas later realiseer je van oh wacht eventjes, ergens, en dat is al een generatie terug, zat die band er al, dus er zit iets. Ja, terwijl als je dit zou zeggen tegen iemand die nu 17 is, die kijkt je waarschijnlijk heel glazig aan van, want dat is dus nu langzaam al een paar twee generaties aan het veranderen. En maar goed, er worden in Nederland nieuwe zuilen opgericht, of die zijn inmiddels opgericht. Klopt. Ik denk wel dat er in Nederland een paar parallele samenlevingen inmiddels zijn. Ja, ik denk ook dat je in Nederland ook zo'n beeld kan maken. Ik bedoel, ik heb dan wel mijn lens nu. Nou, jongens van die leeftijd met korte broeken in Nederland. Nee. Nee, zeker niet met zulke hoge sokken. Maar ik denk wel in deze sfeer dat je zeker wel
Nou ja, als je de documentaire klasse ziet, dat mensen zeg maar, zich in bepaalde groepen fijner vinden en dat dat niet helemaal gedefinieerd is van waarom voel je je in de ene groep fijner dan in de andere. Ja, weet je wel, je zal maar een groep Amsterdammers hebben en daar een Feyenoord ertussen zetten. Ja. Dat wordt toch een rare setting. Ja, ja maar ik denk het is dus te flauw voor woorden, maar ja, nee, het ook klopt. Begrijpelijk. Ja, maar ik denk dus echt dat zo'n foto, misschien over 20 jaar, ja, het ligt eraan welke kant, welke afslag Zuid-Afrika nu gaat nemen. Ik denk dat corona daar ook wel enige vertraging misschien heeft in aangebracht. Ja. Maar de economische verschillen, ja, die zijn nu weer groter dan ooit tevoren volgens mij. Maar ja, ik vraag me af hoe dit er over 20 jaar uitziet. Laat ik het zo zeggen. Dat weet en ik hoop dat jij er dan nog steeds ook getuige van bent. Nou ja, ik zei en natuurlijk in 2019... Wat ons laat zien. We gaan eventjes naar wat meer foto's kijken. Ja. Alle foto's die we hier nu laten zien, die komen uit het project. Ja. Dat betekent dus dat we eigenlijk moeten weten, want de foto vertelt het niet, dat dit ergens in Zuid-Afrika is. En dit zijn dus twee blanke mensen. Ja. Die in ieder geval geen honger lijden, zullen we maar zeggen. Dat is een goede samenvatting. Wat heb jij daar te zoeken? Waarom zitten die mensen zo? Goeie. En vinden ze het oké dat jij daar staat om een foto te maken? Nou, dat is wel een goede vraag, want wat ik dus echt probeer te doen als ik een reportage maak over mensen en echt inzoom op een bepaald iemand, in dit geval die jongen die daar rechts ligt, is dat ik uiteindelijk daar ook ga slapen. Want mijn tactiek is toch wel, als je niet echt... Kijk, als ik in een hotel ga slapen en ik kom daar even een uurtje binnen of twee uurtjes, dan zal je deze foto nooit kunnen maken, want zo gaan ze er niet bij liggen. Ja, precies. Maar als je daar links boogje onderdoor gaat, daar zat dan mijn slaapkamer. En ja, ik zat dan gewoon daar 3-4 dagen in huis. En bij andere gezinnen wel eens 2 weken in huis. En dat zorgt ervoor dat je dit kan maken. Is dat dan 2 weken investeren voor 1 beeld? Nou, dat is wel grappig. Het is de foto die achter jou hangt. Ja, dat is lastig, want die ziet dan niemand. Maar die zit wel ook in jouw slider. Bij deze familie heb ik 2 weken in huis gezeten. En ik heb heel veel bruikbare foto's in 2 weken. Ik heb echt wel veel foto's waarvan ik denk, nou, ja, die hadden het kunnen redden. Maar uiteindelijk alleen deze foto zit in mijn boek. Zat in de expositie die ik in Hilversum had. Zit nu hier in de expositie. Omdat het uiteindelijk een beeld is die meer zegt dan de andere foto's die ik aan het huis heb gemaakt. Dus ja, dan kun je wel zeggen 2 weken 1 foto. Eigenlijk wel. Jongen. Ja, pijnlijk. Ja, ik heb jou wel eens horen zeggen dat je ook geleerd hebt op welke manier een foto goed is voor de krant. Klopt. De krant geeft jou een soort briefing van jouw foto moet voldoen aan? Nee, dat niet. Ik heb echt wel vrije hand. En dit was natuurlijk ook een eigen project. Dus hier had ik nog meer dan de vrije hand. Want ik was de baas. Ook was leuk. Maar je hebt natuurlijk wel eens dat de krant zegt van nou, het verhaal gaat over... Nou, bijvoorbeeld voor de New York Times heb ik nu veel verhalen moeten maken over corona. Ja, dan is toch de opdracht het wegblijven van toeristen in Amsterdam, bijvoorbeeld. Ja, oké, dat is verhaal. Ja, dat is dan het verhaal. Maar nu bedoel ik dat een krant, zeg maar, we willen over een bepaald verhaal vertellen. Dan hebben we de foto's mee nodig, dat snap ik. Maar zijn er ook eisen aan de foto zelf? Van, nou, er moet niet dit op staan of wel dat. Of nee, moet ruimte om het kader zijn. Of daar moet afgesneden kunnen worden. Behalve als het voor de voorpagina is. Dan willen ze natuurlijk ruimte voor het logo van de krant bijvoorbeeld. Of zoiets. Maar het is niet dat ze me erop uitsturen van... Nou ja, soms wel. Ik zit toevallig bij deze foto. Zie ik dat er links onderin best wel wat ruimte is voor tekst. Het is wel eens zo dat vooral bij magazines is dat ze zeggen: kijk of je links onderin wat ruimte over kan laten. Dan kunnen we daar de titel plaatsen, bijvoorbeeld. Terwijl voorheen had ik dat iets minder. Dan zochten ze gewoon foto's uit waar dat op paste. Ga je dan tijdens het fotograferen al bedenken, ik moet links onderin ruimte houden, of is dat bij het selecteren? Nee, bij het maken, want anders kom ik misschien per ongeluk thuis zonder dat ik dat heb. Dus bij het maken weet je al, ik moet de foto. Dus ook al maak je 100 foto's, je weet, ik moet er eentje maken voor de voorkant. Ja, dus die moet staand en ruimte bovenin hebben, en ik moet er één voor de spread, dan moet tekst links onderin. Dus dat zijn wel dingen waar ik op let, maar ik moet zeggen, ik laat het niet. Kijk, uiteindelijk heb je dan ook grote kans dat, stel ik zou er een boek van maken of een expositie, zijn dat vaak wel de eerste foto's die afvallen.
Want die zijn dan toch niet, weet je wel, ik maak het dan ook echt, van, zodat de vormgeving... En ben je dan wel eens in zo'n situatie dat je bewust een foto en liggend en nog even staat? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, dat betekent dus dat voorpagina. Je dus weet dat je twee verschillende foto's hebt, want die verschillen iets van elkaar. Die allebei, zeg maar, in feite hetzelfde verhaal vertellen. Ja, ja, ja. Maar ja, voorheen deed ik dat wat minder. Maar je merkt echt dat gewoon een vormgever veel meer kan met een foto waar ze ruimte hebben voor tekst bijvoorbeeld. Dus als dat gevraagd wordt, let ik erop. Maar ja, met Born Free heb ik dat helemaal niet gedaan, omdat ik daar gewoon... lekker 12 jaar mijn eigen ding kon doen. Niemand keek mee. Op het eind hebben pas editors die foto's allemaal gezien. Maar wacht even, is er in die loop van die 12 jaar nooit een foto naar buiten gekomen? Dan? Ja, wel. Ik heb bijvoorbeeld toen de zilveren camera gewonnen. Ja, precies. Ik heb, ja, dat was dan met die foto van Mandela inderdaad. Nee, die zit hier niet in. Deze foto die je nu ziet, dat is gepubliceerd in Vrij Nederland in 2016. Ja, om af en toe ook tussendoor natuurlijk de financiën op peil te houden, om dit te kunnen financieren, moesten er ook steeds delen verkocht worden. Dus heel veel van de reportages zijn los verkocht, maar ik ging dan nooit met een los van verhaal, een subverhaal van het grote verhaal. Ja. Betekent dat je je al het waren vrij... eigenlijk allemaal subverhalen. Ja, maar was je je al vrij snel bewust van dat het tot dit ene grote geheel? Laat het boek me even zien. Ja, Born dat Free. Is niet makkelijk, want het is een moeilijk op te houden boek. Ga kijken, ja, zo zijn we in beeld. Ja, die camera is jouw camera. Maar wat heel moeilijk is, het klapt uit. Dus het is gemaakt op, het is echt een hardcover boek. Ja. En hij klapt zo uit. Ik heb er 1994 gedrukt. Precies het jaar dat Mandela president werd. En ik dacht, dan ga ik ze met de hand signeren. dat was op zich nog zo te doen. Maar het met de hand nummeren, dat was weektaak. Nummertje. En hij klapt dus zo uit. En ik wilde heel... Hij is gemaakt door een Born Free. Sterker nog, hij is gemaakt door deze Born Free. Will Marie, ze heeft zichzelf ook meteen op de cover gezet. Oh, dat heeft zij ook bedacht. Ja, oh, wat goed. Het was ook wel een van mijn favoriete foto's. En dan klap je hem zo... Nou, dit is moeilijk zo te doen op live tv. Ja, maar hij klapt zo uit. Het is jouw boek. Ja, het is een boek wat je neer moet leggen. Om ja, te... precies. En zo zijn er 35 foto's van de afgelopen 12 jaar. En is het nu klaar, zou ik maar zeggen, nu dat boek er is? Ja, dat dacht ik. Ja. Je voelt hem al aankomen. Ik dacht in 2019, met 25 jaar na Mandela, zeg maar, dacht ik, nu is het klaar. Maar ja, nu kwam corona en dan zie je dus... Toen ik de laatste foto's maakte in Zuid-Afrika, was de jeugdwerkloosheid 58%. Oef. Maar nu door corona, ik weet de meest recente cijfers niet, maar die zal richting de 65 gaan of hoger. Want ze schakelen de jongelui niet in alle inentingscampagnes en de testlocaties. Ja, want... maar ik denk niet dat dat opweegt tegenover alle andere dingen die nu stil liggen. Dus ik vrees dat het nog veel hoger is en dat de armoede, of in ieder geval dat de kloof tussen arm en rijk gegroeid is. Dus ik heb wel zoiets, ik wil toch blijven volgen. Misschien maak ik van die 12 jaar volgen nog wel 15 jaar of 20. Het gaat me nooit meer loslaten, want het is zo'n land, het blijft veranderen. Nou vertel jij aan ons dit verhaal en dat... is natuurlijk ook belangrijk, omdat, ik zal maar verklappen, ik ben iets eerder geboren dan jij. Dus ik hoorde al over Zuid-Afrika, toen wij alleen maar wisten dat er iemand nog was die Nelson Mandela heette. Daar hadden we, totdat hij vrijgelaten werd, ook geen foto's van. Dus we wisten eigenlijk niet eens hoe die eruit zag. Ja. We wisten wel natuurlijk dat er iets naars gaande was, want apartheid was naar en daar werd ook al tegen gedemonstreerd. Dan zit ik mezelf in de war te praten. Het begon met dat je ouder was. Ja, precies. We weten dat het vroeger anders was. Oh ja, nu weet ik het weer. Wij hadden een idee over Zuid-Afrika. Ja. En jij kleurt dat nu bij, omdat je zegt, hoor eens, het is veranderd. En we mogen voor een deel zelf concluderen of we vinden dat het verbetert. Want natuurlijk zijn er aspecten die beter zijn. Hè? Zoals die foto van de mensen, de jongelui die samen aan de bar zitten. Waar zitten ze? Deze hier. Dat is een foto waarvan we weten dat een situatie was. Die was dus illegaal. Illegaal. Ja, precies. Ja. Onmogelijk. Dus het is heel fijn dat deze foto er is. Ja. Maar moeten wij er vanuit onze blik naar blijven kijken of wordt het tijd dat ze zelf hun eigen verhaal gaan vertellen? Ja, ik denk een beetje van beide. Ik denk dat het altijd belangrijk is om
in welk land dan ook, en ik denk dat corona dat alleen nog maar duidelijker heeft laten zien, eigenlijk dit afgelopen jaar, dat het heel belangrijk is dat er ook, ja, hoe noem je dat, internal voices, dus dat er ook stemmen vanuit de samenleving zelf. Nou, dan heeft Zuid-Afrika geluk, want in mijn optiek zijn de beste fotografen zitten in Denemarken en Zuid-Afrika. Dat zijn echt voor mij de twee toplanden. Ja. Qua fotografie. Dus Zuid-Afrika heeft echt ongekend veel goede fotografen. Die niet te vergelijken zijn met wat er, nou ja, dat klinkt heel hard, maar met wat er bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland aan. Op een enkele na dan, hè? Op een enkele na wellicht. Maar in Zuid-Afrika is gewoon niveau zo hoog, maar de opleidingen zijn beter. Ja, de opleidingen zijn beter, maar is daar dan een markt voor? Hebben zij goede media? Ze hebben goede media, alleen er zijn maar heel weinig budgetten. Dus heel veel van die fotografen werken echt letterlijk voor een appel en een ei. En dat is wel eens pijnlijk, omdat er wel echt heel veel, vooral documentaire fotografen, wel heel veel tijd investeren in hun werk. Maar ik denk dus dat het heel belangrijk is dat er stemmen zijn van buitenaf, of van binnenuit, sorry, vanuit Zuid-Afrika. Ja. Maar dat het ook heel interessant kan zijn om het van buitenaf te bekijken. Misschien juist wel door een Nederlander, want we zijn natuurlijk extreem vervlochten met Zuid-Afrika geweest. Ja, en nog steeds. De vraag is natuurlijk in hoeverre hoe wij dat nu nog echt voelen. Ik had in het gesprek met Hans er net dus ook over van mensen uit een hele andere cultuur die zien geesten in foto's die wij niet herkennen. Ja. Als ik naar foto's kijk, naar jouw foto's kijk, dan snap ik wat je uitdrukt, omdat wij als het ware in dezelfde cultuur rondlopen. Dus ik voel wel min of meer aan hoe jij denkt en jij maakt die foto's voor iemand die denkt zoals ik denk, soort van. Nou, al hoop ik wel dat het ook gemaakt is voor juist mensen in Zuid-Afrika. Dat vond ik ook interessant. Dat is misschien wel het eerste project waar ik zoveel heb geleund ook op de mensen die ik gefotografeerd heb. Normaal ga ik ergens naartoe voor een reportage en dan leg ik vast hoe ik het zie, of uit mijn research of uit andermans research ga ik naar een plek toe en dan fotografeer ik alles wat los en vast staat. Nu heb ik veel meer gevraagd aan alle Born Frees, zijn er 25. Wat is nou het meest cliché hoe je zelf geportretteerd bent ooit? Of jouw groep? Of hoe wil je niet meer in beeld komen? En wat wil je wel? En met wie moet ik een keer gaan praten? En wat moet ik nog vastleggen? En hoe denk jij dat de Born Frees in beeld moeten komen? Dat is misschien wel de eerste keer geweest dat ik heel erg in samenspraak met die jongeren heb gekeken naar, oké, deze mensen moeten er echt in. Deze groep mensen. Dit is cliché, dit moet eruit. En dat had ik eerder nooit gedaan. Maar ik was nu echt zo van, ik wil dit niet vertellen zonder hun inmenging, zeg maar. Ik begrijp nu dat je 25 mensen hebt gevonden, uitgezocht. Dat je een beetje hebt gekeken, ik moet iemand zus, ik moet iemand zo hebben. Ja. En die 25 mensen, die zijn ook in het boek gerepresenteerd? Ja, niet alle 25, denk ik uiteindelijk. Omdat sommige groepen een beetje overlapten. Kwamen uit hetzelfde subgroepje, zeg maar. Ja. En die groepen die heb ik in eerste instantie gevonden aan de hand van de National Youth Commission. Dat is een organisatie die, 25 jaar geleden samen met Nelson Mandela een beleidsplan hebben geschreven voor de jeugd. En daar hebben ze allemaal groepen in genoemd, een stuk of 20. Dit zijn groepen waar we op moeten letten. Bijvoorbeeld jongeren met HIV, AIDS, jongeren zonder baan, jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt. Allemaal subgroepen. En die heb ik dan weer benaderd. Dus dat beleid is gemaakt om een impact op de samenleving te bewerkstelligen? Ja. Om te kijken welke vergeten groepen zijn er onder andere. Dus dat begrijp ik. Maar dus dat hele plan, mooi dat ze dat zo gedaan hebben, is dus bedoeld om goed naar de samenleving te kijken en te bedenken, we moeten grip hebben op de samenleving om te zorgen dat het zich allemaal ten goede keert. Ja, precies. Ja. En dat was wel een beetje pijnlijk om te zien na 25 jaar. Nou, het was in 1997 geschreven, dus iets korter. Maar je zag wel dat niet alle dromen van Die waren Nelson dus Mandela geschreven voor een generatie die toen nog geboren moest worden. Ja, die toen heel jong waren. Ja. Ja, precies. Toen mijn kinderen geboren werden, heb ik ook nog niet bedacht dat ze met YouTube groot zouden komen. Nee, dat is zo. Er zijn natuurlijk heel veel dingen ook gekomen die je niet weet. Ja, precies. Ja.
Betekent wel dat we ons moeten realiseren dat jij het hebt over de goede boodschap van een generatie die iets meemaakte wat de generatie daarvoor niet meemaakte. Maar er zijn nu ook mensen in Zuid-Afrika die niet blij zijn met de ontwikkelingen. Ja, zeker. Ja, daar heb ik er ook verschillende van. Dit gezin is daar een goed voorbeeld van. Ja, om er eens wat te noemen. Ja, nou, ik heb in 2011 ben ik op een rechtsextremistisch kamp geweest, waar witte jongeren leerden om eigenlijk zwarte jongeren te haten. Het was echt een haatkamp, rechtsextremistisch haatkamp. En ze vonden het prima dat jij daar rondliep? Nou, dat heeft wel, denk dat ik, 8 maanden bezig ben geweest met de toestemming te regelen. En uiteindelijk is dat gelukt. We hebben geen foto's van bij ons, hè? Nee. Nee. Maar die foto die je net zag, waar je net op zat, is wel een gezin. Ja, de jongen uit dit gezin, ja, die staat dus niet op deze foto, is 9 dagen bij dat kamp geweest. Dus de connectie die ik met deze familie heb, zomerkamp? Door dat kamp. Ja, het was een zomerkamp. Of is dat een opvoeding? Is dat leuk of is dat opvoeding? Nee, het was echt een rare. Nee, ik zei ja. Ik denk dat en die jongeren het allemaal niet leuk vonden omdat het keihard was. Het was een soort van militair kamp, dus heel veel harde oefeningen. Dus na 3 dagen waren ze allemaal uitgeput. Elke ochtend om 4 uur eruit en dan 10 kilometer joggen met een boomstam in je arm. Dat soort dingen. En dan als ze 's avonds totaal uitgeput waren, kregen ze dus... Ja, haatlessen, waarin echt werd geleerd, zwarte mensen hebben kleinere hersenen, zwarte mensen kunnen niet vooruit plannen. En het meest bizarre was dat die jongeren die kwamen in dat kamp, doordat hun ouders, racistische ouders, hen daar naartoe hadden gestuurd. Maar ze zitten wel op school, op gemengde scholen. Dus toen zij binnenkwamen, hadden ze allemaal ook donkere vriendjes bijvoorbeeld op school. En aan het eind zeiden ze allemaal van, ik wil geen donker vriendje meer hebben. Want donkere kinderen zijn dommer. En ik wil, ja. Dus het was dat echt... zeggen ze natuurlijk ook omdat er natuurlijk een soort groepsdruk ontstaat. Ja, omdat ze dat dan leren en echt geloven. Want die man die hen dat aanleerde, die had een uniform aan. Dus ze dachten gewoon, nou, hij is de autoriteit. En de jongste jongen op het kamp was 13. Bestaat daar ook een tegenhanger van? Zijn er kampen die... Waar mensen kinderen leren om dat het juist fijn is om samen te zijn? Nou, ik denk dat dat wel vooral gebeurt in de scholen. Je hebt echt wel op scholen heel veel... Laat ik zeggen, de betere scholen hebben lessen over apartheid en tegen dit soort... Nou heb jij foto's gemaakt op dat kamp en ik herinner me inderdaad wel foto's die we van jou gezien hebben. Van een foto waar iemand een pistool bij iemand in zijn nek houdt. Klopt, ja. Dat je echt denkt van, oh, wat is dit? Moet je even lezen wat het is en dan denk je, oh, wauw. Ja. Heb je gemerkt dat je met je foto's, behalve ons inzicht en kennis, iets teweeg hebt gebracht? Hebben er daar mensen gezegd van... Is dat wat er op dat kamp gebeurt? Ja, zeker. Nee, dat ging ongelooflijk. Ik was met mijn collega Alice van Gelder. Zij deed schrijven en samen maakten we ook video's op het kamp. En we hebben uiteindelijk een korte documentaire gemaakt. En die won de eerste prijs bij de World Press Photo. Ja. En die foto met het geweer of met dat pistool wat ik had gemaakt... won een tweede prijs datzelfde jaar bij de World Press Photo. Dus in ene ging het echt viral, dat verhaal. Oh, daar gaat de hele wereld over. Ging de hele wereld over, dus... Toen kwam natuurlijk ook in Zuid-Afrika ineens heel groot in de media. En er waren heel veel mensen die kenden die kampen niet. Ook omdat het een klein kamp is. Het is een beetje zoals de neonazi's in Duitsland. Het is er, maar het is ook een beetje underground. Ja. En klein eigenlijk, relatief gezien. Ja. Maar toen zijn er dus in de Tweede Kamer, of daar in de Kamer, parlement. Vragen in het parlement vragen over gesteld. Er is een hele investigation gestart. De politie heeft de leider van het kamp opgepakt. Ja, dus toen dacht ik wel, het was wel een soort echt, illegaal. Ja, nou later bleek dus van niet. Dat dachten ze, van hate speech, hè, haat. Ja, ja, ja. Maar het bleek uiteindelijk toch te vallen onder vrijheid van meningsuiting. Het moreel gehalte is wel goed getoetst. Zeker, want het was daar dus echt een week lang nieuws. Ja. Oké, cool man. Dat was bizar. Ja, nog nooit meegemaakt en daarna nooit meer. Maar... Ja. Want we gaan een beetje het gesprek af. Impact was het wel. Nou ja, en daarmee gaan we het dan toch maar afronden. Welke impact wil jij nog maken? Nu hebben we het dan over Zuid-Afrika. Daar heb je dus al iets belangrijks bereikt. Welke impact wil je nog gaan maken met jouw foto's? Ja, als het een beauty pageant zou zijn, zou ik zeggen World Peace. Maar
Ik denk dat het dat wat ik wil bereiken, en dat is gewoon met alle verhalen die ik maak. Ja, world peace, wereldvrede. Ja. Maar wat ik het liefste zou willen, en dat zie ik omdat, ja, dat ziet denk ik iedere fotojournalist die veel reist voor zijn werk. Gemiddeld ben ik 8 maanden per jaar in het buitenland, als er geen corona is. Ja. En dan maakt het niet uit of je in Mali bent, in Zuid-Soedan, in Mongolië, in Syrië. Overal willen mensen hetzelfde, namelijk liefde, begrip van de ander, het liefst een dak boven je hoofd, eten. En dat is overal hetzelfde. Terwijl we wel ook overal oorlog maken over deze, over allerlei dingen. En ik zou het liefst qua impact, dat, ja, en ik weet dat het onmogelijk is, maar dat toch een soort van world peace, dat je kan inzien dat we allemaal hetzelfde zijn en niet anders. Maar ja, dat is heel moeilijk, want de verschillen, zie je ook. Ondanks dat we allemaal hetzelfde willen. Er is natuurlijk een hele beroemde fototentoonstelling geweest, ver voor jou in mijn tijd, The Family of Man. Ja. Is nog steeds te bezoeken trouwens. Prachtig. Ja. Waar dus dat eigenlijk wordt benaderd. Jongens, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. We worden bloot geboren en... Ja, maar kijk hoeveel jaar geleden dat is en nog steeds... Nou ja, op een gegeven moment kreeg die tentoonstelling ook wel eens kritiek van het is wel een beetje zoet. Ja, nou ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ik denk ook als je iets fotojournalistiek wil aanbieden aan kranten, bladen, musea, tentoonstellingen. Als het dan te zoet is, ik denk dat iedereen er dan zo ook weer aan voorbij loopt. Want je wil ook leren van waar zit die frictie dan? En tegelijkertijd hoop ik heel erg dat ik en de frictie laat zien en ook laat zien dat... Ja, die twee dikke mensen die net lagen te slapen op die bank, die foto. Die jongen komt ook van dat kamp. Dat rechtsextremistische kamp. Ja, 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 maar dan zie ik hem ja. met zijn vader en hoe liefdevol zij lekker tv zitten te kijken. En dan ga je toch een klein beetje, ja ik dan, toch ook wel een beetje van zo'n jongen houden. Want je denkt, ja. En dat laat weer zien. Het is allemaal niet zo duidelijk. Je kan denken, oh, je bent een extreem rechtse, dikke jongen die op een bank ligt. Maar je kan ook denken van, nou, je bent daar met je vader en je hebt gewoon een mooi moment met je vader, weet je wel? Dus ja, ja, in iedereen zit ook gewoon iets heel menselijks. En dat is overal hetzelfde. Goed, als gezegd, het blijft fijn dat je ons dat laat zien. Dank en dat je wel. Daar met inzet van heel veel van wat je in je hebt... dat ook doet. En we hopen dat je dat ook weer gaat doen. Ja, dat laatste hoop ik ook, ja. Als je weer op pad mag gaan. Fijn dat jouw werk hier op de tentoonstelling Impact zo mooi prominent hangt. Ja, en dat op het podiumpje. Heel leuk. Ja, je zit zelfs op het podium. Ja. Ja. Daar mogen we straks allemaal gaan kijken. We gaan de volgende keer weer verder praten. Dat is goed. Dankjewel weer. Dankjewel Ilvie dat ik jou deze vragen mocht stellen. Hou nog één keer je boek omhoog. Ik hou nog één keer omhoog in die camera. Born Free, want er zijn er nog een paar te koop. Ja, ja. Oh ja, hier. Genummerd en wel. En ze gingen heel, heel hard in het begin en toen kwam corona, dus het afgeremd. Maar er zijn er niet heel veel meer. Ja, nou en als ze op zijn, dan komt er weer een mooie ruimte voor een mooi tweede nieuw project. Druk, of een nieuw project, heel precies. Goed. Precies. Dankjewel. Dankjewel. Goed, Impact, zodra we weer open zijn, ik zeg heel stoer we. Ik ben blij dat ik hier bij 033 Fotostad in het Rietveldpaviljoen aanwezig mag zijn. Nu was ik om foto's in te leiden. En ik hoop dat jullie allemaal genieten van wat je hier gaat zien. Hier, nu en in de toekomst. Dank jullie wel.